Dat het spreekwoord vele handen maken licht werk waar is, lieten de leerlingen van de Windhoekschool zien bij een bijzondere doelles. Boompjes planten in het Tiny Forest. Zoe, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? We zijn bomen aan het planten voor een Tiny Forest. En waarvoor zijn die bomen belangrijk? Omdat ze zuurstof geven. Ja, en hoeveel worden er nou geplant? 800 bomen planten. 800. Ja, wij zijn vandaag 800 bomen aan het planten. Die kleine bos, dat wordt jullie bos. Want jullie gaan planten, maar jullie gaan er ook voor zorgen. Jullie gaan kijken, wat gebeurt er met het bos? Hoe gaat dat? Hoe groeien bomen? En als bomen groeien, wat komt er dan nog meer in ons bos? Samen met wethouder Van Rees onthulden ze het bord van het Tiny Forest en kon het plantfeest beginnen. De wethouder gebruikte de schop die speciaal voor hem gereserveerd was toen hij het onderhoudscontract met het Natuurhuis tekende. Gaat hij hem vaker in het doelpark gebruiken? En toen was de klus geklaard en was er chocolademelk. Vaker zo'n lesje buiten.